Een tijdje terug kreeg ik een vraag van een lezer van mijn blog en die was als volgt. Wanneer denk je dat verticale video's helemaal normaal zullen zijn? Nou, dat is een hele leuke vraag. En daar geef ik in deze verticale video graag antwoord op. En je vraagt je misschien af wie ik ben. Nou, ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Noortje Jammaat van Verdienen met Video. En ik leer zelfstandige ondernemers zoals coaches, trainers en adviseurs hoe ze met hun eigen iPhone video's maken zodat ze online beter zichtbaar worden en gemakkelijker klanten krijgen. Ik ben een groot voorstander van het gebruiken van je iPhone voor het maken van video's. Waarom? Omdat je hem altijd bij je hebt. Dus je kunt je kunt op elk moment een video maken. Stel je bent met een klant, je hebt een VIP-dag gehad en je klant is heel tevreden en heel enthousiast. Dan is dat natuurlijk een uitgelezen kans om meteen een video op te nemen. Je kunt hem met je iPhone direct bewerken. Je kunt hem gelijk plaatsen op Twitter, Facebook of YouTube, waar je hem dan ook kwijt wil. Je kunt dus gewoon ontzettend snel schakelen. En ik geloof dat, dat ervaar ik ook zelf, dat hoe sneller je ideeën kunt implementeren, hoe sneller je ook je bedrijf kunt laten groeien. Maar dat is nog niet alles natuurlijk. Mensen vinden het ook gewoon leuk om dit soort persoonlijke video's te zien. Het is echt en het is intiem en mensen voelen zich daardoor gewoon sneller verbonden met je. Maar goed, terug naar de vraag. Veel van je potentiële klanten zullen je waarschijnlijk leren kennen via hun mobiel. Want steeds meer mensen bekijken content via hun mobieltje. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, want steeds meer mensen bekijken video's via hun smartphone, via Twitter, via Facebook. En steeds meer apps zijn ook helemaal ingericht op verticale video's. Denk aan Periscope en Snapchat. Periscope kun je natuurlijk ook horizontaal opnemen. Het is er dus al, verticale video's. En het hangt eigenlijk gewoon van het sociale netwerk af waar je je video plaatst en natuurlijk ook wat je doel is van je video. Dus ik geloof dat je daar gewoon je video op aan moet passen. Dus of het verticaal wordt of horizontaal. Dus ik hoop dat ik hiermee antwoord heb gegeven op je vraag. En aarzel niet om een reactie achter te laten onderaan mijn blogbericht. En dan hoor je gauw een reactie terug van me als je een reactie plaatst. Oké, dat was hem. Tot de volgende video.